Goedemorgen. Als het goed is gaan we nu hier, we zijn bij het grote veld. We gaan, dat is richting Almen, Vardenalmen. Dan gaan we een route maken van ongeveer 15 of 17 kilometer. Ligt er een beetje aan hoe het halverwege het geval is. Het is vandaag, ik zal even kijken, 28 juli. Wordt een bosrijke omgeving. Het is niet te warm. Het zal een graad of 20 worden. Dus het is een lekkere temperatuur om te wandelen. De laatste wandeling ging wat trager. Het was ook de eerste keer dat het wat langer was. Ze waren overal aan het maaien. Dan moet je altijd oppassen waar je loopt. En bij dit soort. En ik mag hier ook lopen. Allemaal bos, er zijn ook in die kale, er zijn sparren. Dat groeit niet veel meer dan ik denk dat die vandaag morgen gekapt worden. Kijk maar, de week kunnen komen. Grootvaders huisje. Speelhuisje voor kinderen. Niet veel waarde, maar ja, het lijkt zo. Moet hier over het bruggetje. Het zal helemaal vergroeid zijn, maar dat is het nog niet. We moeten over dat bruggetje. We gaan even hier kijken. Het staat niet op de route, maar eens even kijken wat hier is.
ook weer een bankje. Even kijken waar we staan. Ja. Vijf voor elf. Die kant op. Een dwaaltuin Het Heelal. Dinsdag tot en met zondag van 11 tot 18, 28 juni tot 18 september. Dat is eigenlijk kant is het grote veld. Ik had al gezien, er was hier geen mogelijkheid om te parkeren. Dus ik heb toch een goede beslissing genomen. En je moet altijd met dit soort weer een beetje passen voor teken. Bramenstreuken, ja, de eerste bramen zijn er al als ik wil. Ja, hele kleintjes, hele kleintjes. Even uitkijken, anders hebben we straks een platte Frans. We hebben een nieuw gedeelte, het Waliën. Een beetje rust. We hebben 8 kilometer op zitten. Dus we zijn op de helft. Voor de 15 zijn we iets meer. En voor de 17 zijn we iets minder. Dus we kijken zo meteen wel even. Ik kom bijna op het punt waar ik moet zeggen van ik doe dit of ik doe dat. Iets te waaien. Wel lekker, want ik was straks een stukje waar bijna bos is, en dan is een klein beetje wind wel lekker. Tot straks. Rijksmonument. We lopen links van de weg, dan kunnen we in ieder geval zien wat voor verkeer als het eraan komt.
mijn Almen. Daar kwam ik vroeger nog wel eens in telefooncentrales. Nu niet meer. Dat kan, kunt wel het zijn. Ja, hij is gesloten. Dus mag ik helaas niet bij. Straatje. Zo kan iedereen nog wat van genieten van die dode boom. Maar voor mij is dat ook niet veel meer. Thank you.
Dus een route aan te bevelen voor mensen die er zin in hebben om eens lekker in de natuur te gaan zitten, veel in het bos. Dit is ook een stukje waar ik langs de Berkel gelopen heb, waar het normaal niet is. Normaal loop ik, kun je doorlopen. En dan blijf je in het bos lopen en dan ga je dus niet langs de Berkel, maar ik wil de Berkel even zien. Dus ik ben een stukje langs de Berkel geweest. En nu ben ik op weg naar mijn auto. Die heb ik geparkeerd bij een zorgboerderij. Dat is een parkeerplaatsje van natuurmonumenten. Daar kun je ook de route starten. Dus ik hoop dat mensen deze route gaan lopen. Het is mooi. Ik denk dat die in de herfst nog mooier is. Misschien doe ik het zelf in de herfst nog wel een keertje. Het is de eerste keer dat ik hier geweest ben. Dus we horen, zien elkaar. Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven. Het wijkt iets van de route af. Het is wel een pad, maar het is geen rondwandeling, dus ik moet even kijken. Ik moet even kijken of het echt interessant is. Misschien zien we nog wat van allerlei beesten hier. Die hier beschutting hebben gezocht. Dus we moeten een heen lopen en weer terug. Het is 500 meter een beetje. En weer 500 terug. Misschien hoeft het iets korter. Even kijken wat we zien. Nou, hier hebben we een bankje. Gaan we hier even zitten. En dan gaan we straks weer terug. Mooi gebied. Zo te zien. Ik denk nog een kilometertje. Hé, nog een bankie. Dat is een andere soort kleurtje. Klein stukje naar linksaf.
mij ben ik hier wel geweest. Zo, dat zijn de laatste loodjes. Ik ben bijna 16 kilometer op zitten, dus ik denk dat ik uiteindelijk toch wel op de 17 uitkom. Dat ik 15 verwacht had. Het was niet de route van de 17 kilometer. Maar je ziet de werkelijkheid in GPS is toch wel iets anders. Opschreeuwers. Dönüm ne akşam bu.